Yo, hallo wel hier op je beeldscherm bij Punch-Out. We hebben net de laatste battle van de dag gehad. Een 2 tegen 2. Ja, wat vond je van match? Ja, ik vond hem wel goed, toch? Ja. Hij was wel dope. Ja, zeker. Zeker? Ja, ik vond het ook lekker gaan. Ik denk, ja, in het begin was, de eerste ronde was volgens mij, toen was een line die ik zou doen, maar ik zei naar hem van doe even opnieuw, want het was een grote reactie. En toen deed hij de line, dus hij ving gewoon al op wat ik moest zeggen. Zo goed waren we eigenlijk al op elkaar ingespeeld, maar het was niet nodig. Maar ja, voor de rest ging het gewoon vlekkeloos en ja, was lekker. Hoe is deze combo ontstaan? Gewoon via praten met elkaar, van misschien kunnen we ooit de 2-2 doen. Precies. Ik zeg eerlijk, toen ik deze line-up zag en deze battle, dacht ik van ja, wat gaan Prelik en Zafko nou hier tegen beginnen? Maar ze kwamen best dope hoor, eerlijk. Ja, tuurlijk. Ik heb gehoord, ze hebben allemaal met een battle rap gang of whatever, hoe ik excellent het noemde. Hebben ze allemaal pyjama feestjes gehad en met z'n allen lopen schrijven en een beetje oefenen. Dus ja, ik ben blij dat ze tegenstand boden, want nu hebben we gewoon echt een ja, battle gewoon die van twee kanten fire is. Vind het eigenlijk best wel een goede angle. Wat? Dat ze een pyjama feestje hadden. Ja, maar dan kwam ik later pas achter, dat hoorde ik later. Toen hadden we alles al klaar. We hadden alles vorige maand al klaar, dus maar ja. Wat is de stand van deze battle? Ik denk 2-1 voor ons. Wat denk jij? Jullie hebben sowieso gewonnen, denk ik. Ik twijfel tussen de 2-1 en 3-0. Want ergens hebben jullie met 3-0 gewonnen, maar ik wil ze eigenlijk wel eentje geven, want ze kwamen veel doper dan ik had verwacht, man. Nee? Ja, 100. Uit medelijden mogen ze een halve ronde hebben, maar ik vind eigenlijk gewoon 3-0 voor ons. 0,0 medelijden hier, man. Wat ik nog wel wil vragen, dit is een hele dope duo. Is het ook de bedoeling dat jullie sterkere tegenstanders gaan battelen samen? Ik denk dat we hierna eerst gewoon allebei nog solo battles gaan doen, maar ik sluit het nooit uit dat we nog eens een keer wat gaan doen, want het was leuk, ik kan goed met hem opschieten en het publiek vond het ook leuk, dus ja. Naast deze battle ook de halve finale van de freestyles gehad. Heb je het gezien, Nick Finn? Nee, toen was ik er nog niet. Jammer. Alright, is cool man. Thanks boys. Punch out. Bam.